Hallo, hallo, het is winactietijd. Yep, dit zijn alle kaartjes die ik dubbel heb. Ik heb mijn hele boek vol. Dit heb ik ook nog. En dan heb ik ook nog dit. Dus ik heb heel veel dubbelen. Maar ik heb niet alles dubbel. Dus, hoe werkt de winactie? En dit zijn de regels. Als je er niet aan voldoet, kan je niet meedoen. Je moet geabonneerd zijn. Dat is 1. Ik ga gewoon kijken, als je lid bent van mijn kanaal, kan je meedoen. Dus dat is stap 1. Als je niet lid bent, kan je niet winnen. Ten tweede, wat je moet doen, is je moet een lijstje maken van de nummers die jij mist. Want wat ga ik dan doen? Ik ga dan gewoon een aantal mensen ga ik gewoon kiezen en hun lijstje ga ik aanvullen met de kaarten die ik heb. Dus ik ga niet zeggen, ik geef 10 kaarten weg, want stel jij mist er maar 3. Nou ja, dan ga ik je geen 10 kaarten geven, dan geef ik je die 3 die ik heb. Maar stel jij mist 15 kaarten en ik heb er daar 5 van, dan kan ik jou die 5 misschien geven. Dus het is heel belangrijk dat jij een lijstje opgeeft. Al mis je er heel veel, dan schrijf je er misschien maar een paar op. Maar zeggen dat je alles nog mist, dat telt niet. Ik moet nummertjes zien. Dat is even heel belangrijk. Als je geen nummertjes opschrijft, kan je niet winnen. En dan ga ik gewoon mensen af. Ik ga gewoon kijken van jij mist er zoveel. En dan ga ik hier gewoon onder de kamer, dan ga ik gewoon kijken. Ik neem mijn naam, ik neem wat nummers. En dan ga ik kijken welke ik heb. En dan kan je meedoen en dan kan je winnen. En dat is een van de dingen. Vervolgens moet je ook, als je hebt gewonnen, als ik je noem, moet je ook je reactie in de gaten houden. Want ik reageer op jouw antwoord of op jouw meedoen reactie. En daarin ga ik je dan vragen om contact met mij, om een reply te geven. De replies moet ik namelijk altijd eerst goedkeuren. Dus als je daar in je reply, als je gewonnen hebt, je e-mailadres geeft, dan zet ik het e-mailadres niet online. Maar ik kan je dan wel een e-mail sturen. Dus dat is belangrijk. Hou het in de gaten. Want ik heb een eerdere winactie gedaan en één persoon had niet gereageerd. Dus dan houdt het op. Als je niet reageert, kan ik je niks toesturen. Dus doe mee aan deze winactie. Mis je nog kaartjes? Schrijf je nummers op die je mist. Ik ga gewoon de nummers langs. Ik ga gewoon mensen langs. En ik ga een aantal pakjes weggeven. Dit is niet de enige. Ik ga nog een andere winactie doen hierna. Met dezelfde regels. Dus dat is heel makkelijk. Alleen moet je gewoon wel reageren. En je nummers opschrijven. En kijken wie er, of je wint, wie er wint, wat je wint. En hoe je wint. En misschien doe ik bij de volgende wel een kleine vraag waar je antwoord op moet geven. Want als ik de moeite neem om jullie de kaartjes te sturen, dan mogen jullie in ieder geval de moeite te nemen om het filmpje te kijken. Dus niet alleen maar opschrijven bij de volgende. Bij deze is het heel makkelijk. Bij de volgende maak ik hem iets lastiger. En dan zien we dan wel weer. Maar voor deze, zorg dat je abonnee bent. Schrijf de nummers op. Dat zijn de 2 dingen waar je aan moet voldoen. En dan kan je kaarten winnen. Nou, succes. Doe mee. En tot de uitslag.